Het Britse Windsor is op geen enkele andere dag van het jaar meer vorstelijk dan op Garter Day. Op die dag in juni komt de oudste Britse ridderorde, de Orde van de Kousenband, bijeen. Dan is alles wat het Koningshuis heeft te bieden aan pracht en praal te zien binnen de muren van Windsor Castle, de favoriete woonstreek van koningin Elizabeth. Koningin Elizabeth ontvangt in het kasteel de ridders van de Most Noble Order of the Garter. En voor de gelegenheid dragen die hun bijzondere kleurrijke gewaden en baretten met struisvogelveren. De mantel is zo zwaar dat koningin Elizabeth, hoofd van de orde, geen grote afstanden meer aflegt met het kledingstuk om. Zij laat zich dan ook per auto vervoeren van Windsor Castle naar St. George Chapel. Niet alleen koning Willem-Alexander wordt vandaag als Stranger Knight geïnstalleerd in de Orde van de Kousenband. Ook de Spaanse koning Felipe krijgt die eer. Ook zijn vrouw Letizia is vandaag van de partij. Koningin Maxima schittert in een jurk van Claes Iversen. Ze draagt een zacht roze knielange jurk van de modeontwerper bij wie de koningin vaker aanklopt. Maar de ogen zijn vandaag gericht op koning Willem-Alexander. Hij draagt voor zijn installatie in de oudste en hoogste ridderorde van het Verenigd Koninkrijk het traditionele ordegewaad over zijn pak. Dat bestaat onder meer uit een mantel met sleep en een baret met een grote witte veer. Na afloop van de ceremonie voegen Willem-Alexander en Maxima zich bij Prins Andrew voor de traditionele koetsrit terug naar Windsor Castle.